Wij moeten meer doen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Hé, dat is mooi, want we zijn met z'n allen, ik zie heel veel groen. Doodse stilte in de zaal. Marijn. Aan jou het woord. Ik vind dat we veel meer moeten doen om discriminatie te bestrijden, want je ziet het heel veel gebeuren. Neem bijvoorbeeld Geert Wilders even. Een paar jaar geleden vroeg hij, willen wij meer of minder Marokkanen? En toen zei iedereen, hoor je heel veel minder. Maar waarom? Ik bedoel, het ligt niet aan het geloof, het ligt aan, kijk, IS. Het is niet zo dat iedereen met dat geloof slecht is. Het zijn gewoon de mensen die daarvoor kiezen, maar niet iedereen kiest daarvoor. Ik vind dat iedereen gelijk is. En ja, dat was het. Ja, en we mogen niet iedereen over één kam scheren. Ieder individu voor zich, op zichzelf beoordelen, Bas. Nou, ik ben het ook mee eens met de stelling. Maar ik vind dat er wel iets meer voor gedaan moet worden. Dat er eens in de zoveel tijd soms een protest komt. Dat iedereen gewoon met borden op de straat komt. Want dan besef je echt dat het heel erg is. Maar het begint altijd wel bij jezelf. Wat mooi, je benadrukt het belang van het recht om te protesteren. Vinden jullie het ook belangrijk? Laat zien dan, groen. Hey, de Bethelde, help me even, want ik weet echt niet meer wie nu het minst en het meest is geweest. Als je denkt, ja, ik heb eigenlijk al 3 keer iets gezegd. Ga je even zitten? Oh nee, oh, oh, oh. Oh, dat is dankjewel. Ik ben er ook mee eens, omdat ik vaker zie dat de Marokkanen en de getinte mensen vaker worden aangehouden dan de Nederlanders. Omdat ik vind dat er zijn niet alleen slechte Marokkanen, er zijn ook goeie. Moeten we dan kijken naar de politie? Want houden die Marokkanen vaker aan? Want dan gaan we even met elkaar discussiëren, hè? Dit is onze kans. Moeten we dat vragen aan de politie? Hoe zit dat? Zullen we het doen, Jeroen? Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf praten. Omdat ik ook gewoon maar een mens ben, wat toevallig een politiepak aan heeft. En ik ben van mening dat iedereen gelijk is, maar dat wil niet zeggen dat als jij stout bent, dat ik ook gewoon boos op jou kan worden. Maar dan word ik boos op jou als mens en niet omdat jij een misschien wel andere kleur hebt dan dat ik heb. Want dat is voor mij niet belangrijk. Maar waarom worden Marokkanen of getinte mensen dan vaker aangehouden? Ja, salut, is aan iemand anders vraag. Hoe ervaren jullie dat? Of misschien aan Lucienne? Wie wil daar specifiek iets over zeggen? Oh, Montazier? Nou doe ik ook iets, hè, want ik denk, misschien ben je Marokkaans. Is dat een vooroordeel van mij of heb je een Marokkaanse achtergrond? Ik heb een Marokkaanse achtergrond. We kennen elkaar van de meet and greet, dus ik durfde het erop te gokken. Wil jij hier iets over zeggen? Ik wou nog vragen aan de politie zelf. Maar doet u dat ook? Bij getinde mensen of een ander achtergrond of zo, houdt u ze dan ook aan? Of? Ja, beoordelen op iemands uiterlijk, dat je denkt, hé, die ziet er zo en zo uit. Hebben het over etnisch profileren misschien wel? Doet u dat? Durft u dat toe te geven? Dat is jouw vraag toch, denk ik? Iemand beoordelen op zijn uiterlijk? Nee. Wat wel zo is, kijk, op het moment dat wij bij de politie een opdracht krijgen om iemand die bijvoorbeeld iets gestolen heeft te zoeken, dan wordt er natuurlijk wel gesproken over wat voor kleren die aan heeft. Maar wat ook belangrijk is om te zien wie iemand is of de huidskleur verschillend is. En dat kan natuurlijk elke kleur zijn. Maar op het moment dat dat een licht getinde kleur is of een blanke kleur, dan is het voor ons ook makkelijker om daarnaar te zoeken. En dat kan ook meteen iets moeilijk zijn. Hè? Op het moment dat wij naar iemand aan het zoeken zijn die blank is en helemaal in het zwart gekleed is, dan kan het best wel eens zo zijn dat ik per ongeluk bij iemand uitkom die het niet heeft gedaan, maar wel in het zwart gekleed is en blank is. Ja, en mogen we dan een signalement geven? Hij heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk. Vinden jullie dat de politie dat mag zeggen als ze een dader zoeken? Hij heeft een Noord... Ja, wat vind jij daarvan? Ik vind het eigenlijk... Hij zei dat het bijvoorbeeld is, maar ik zie het toch wel vaker gebeuren. Ja, het gebeurt nog wel. Kan het meldpunt discriminatie daar iets mee, met etnisch profileren? Lucienne, ja, de microfoon komt bij als je wil. Ja, want dan kan ik straks weer heel veel kinderen het woord geven. Ja, wij kunnen er iets mee, wij doen er ook iets mee. Want discriminatie komt ook voor bij de politie.
overal komt voor, dus komt ook voor bij de politie. En mensen die gediscrimineerd worden door de politie of etnisch geprofileerd, kan verschillend zijn. Het kan met aanhouden, maar ook als je bij een balie komt en er wordt heel vervelend met mensen omgaan. Er komen klachten over binnen bij ons. En wij gaan onderzoek doen, ook bij de politie. En kijk, we moeten gewoon eerlijk zijn. Het kan overal voorkomen. Het komt ook overal voor. En zolang je zegt van, ik wil niet dat het bij ons voorkomt, dus we willen er iets aan doen, dan kan je er iets aan doen. Zolang je zegt van, nee. Ja, dus dat is eigenlijk overal voor. Op een school ook, okay. Kan ook gediscrimineerd worden. In een bus, bij de politie, in een winkel. Het komt overal voor, okay. En wij doen er iets aan. Ja, dankjewel. Vinden jullie ook, we moeten etnisch profileren, dat moet stoppen. Dat hoor ik eigenlijk. Zijn jullie daarmee eens? Rood of groen? Of zeggen, ja, ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt. Kan ook, hè? Er zijn een aantal die zeggen rood. Ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Bas had een belangrijke vraag voor jullie ook. Ik zei net dat het bij jezelf begon. Maar als je dan, voor je ziet iemand discrimineren, maar die is wel heel veel ouder dan jij en ziet er wel heel sterk uit. Zouden jullie dan zelf tegen die meneer iets zeggen van, ja stop, dit is niet hoe het hoort? Als hij groter en sterker is, moet je misschien even beter nadenken. Misschien nog even naar Jeroen, want die heeft denk ik toch wel iets belangrijks. En dan moeten jullie weer even helpen met wie er dan aan die kant het woord mag, ja? Wat? Kan dat ook zonder geluid? Sst. Wat volgens mij vooral belangrijk is dat je eigen gevoel nagaat. Hè? Op het moment dat jij het gevoel hebt dat jij gediscrimineerd wordt, zeg dat dan ook. En leg ook uit waarom jij vindt dat jij het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt. Want misschien is dat wel zo, hè? Dat de politie en misschien ik zelf ook wel discrimineren. Misschien gebeurt dat dan ook wel onbewust. Maar op het moment dat dat dan teruggegeven wordt aan mij, op natuurlijk een rustige manier zoals we op dit moment met elkaar aan het praten zijn. En dan kan ik misschien wel bij mezelf inzien van ja, misschien had ik dat net eventjes anders kunnen doen en kan ik daar ook van leren voor een volgende keer. Ja, dus het begint bij het individu eigenlijk al. Ik kan meer doen om discriminatie te voorkomen. Santesha? Ik weet niet waarom er gediscrimineerd wordt, want we zijn allemaal mensen, precies hetzelfde. Want als je alle geloven weghaalt en gewoon iedereen grijs laat worden, dan zie je dat je allemaal hetzelfde bent. En dat er eigenlijk geen reden is om iemand te discrimineren. Ga niet om de buitenkant, maar ga om de innerlijkheid. Want misschien is degene gewoon super lief en zo. Ja, even verder kijken dan je neus lang is. Heel duidelijk. Ja, hij had gelijk. Het begint bij jezelf. Maar je moet er zelf wat van doen. Want de verpakking zegt nooit wat over de inhoud. Je moet altijd zeggen wat jij ervan vindt. Dus als iemand anders discrimineert, moet je het ook aangeven. Ja, hartstikke mooi. Je zegt eigenlijk hetzelfde. Britten. Ik zit naast haar en zij heeft een donkere huidskleur, maar dat betekent niet dat ze onaardig is, want ik heb de hele tijd eigenlijk met haar gesproken en ik vind haar nu echt al super aardig. En we denken eigenlijk nu alleen maar in huidskleur en zo, maar... Ja, zullen we dat eens vragen? Kijken we eigenlijk naar huidskleur? Of zien we dat niet? Nee? Of proberen we het niet te doen, maar zien we het wel? We proberen het. Oké, dat is wel duidelijk. Britten... Waar we ook naar moeten kijken is mensen die homoseksueel zijn. Mensen, vrouw of man, dat wordt ook vaak gediscrimineerd. Of je dik of dun bent, of gezond of niet. Dat wordt allemaal, allemaal onderscheiden. En we hebben het nu eigenlijk alleen maar over huidskleur. Terwijl dat ook nog een heel groot probleem ja, is. Ja, precies. En we moeten eigenlijk geen onderscheid maken misschien, Luna? Ik vind dat niemand gediscrimineerd moet worden. En ik vind gewoon dat iedereen voor discriminatie moet opkomen. Het begint ook bij jezelf, maar ook gewoon bij de gemeente en de wijk zelf. Want het maakt niet uit of je dun of dik bent of je gewoon een andere kleur huidskleur hebt. Want iedereen is gewoon gelijk, vind ik. Ja, maar heel duidelijk. Maar je zegt ook iets, de gemeente moet er ook iets aan doen. Kun je daar iets aan doen als gemeente? Als je signaleert dat er veel wordt gediscrimineerd in je stadsdeel, Fenna, hoe zie jij jouw functie dan? Ja. Nou, ik wil om te beginnen zeggen dat we moeten afspreken met elkaar dat racisme of discriminatie is geen mening. Is gewoon geen mening. Dus op het moment dat iemand gediscrimineerd wordt of slachtoffer is van uitsluiting, dan is er geen sprake van meningsuiting of een discussie. Dan is er sprake van een strafbaar feit. En dat betekent dus dat je als kind of als volwassene daar een punt van moet maken. Dus dat moet je melden. Je moet het melden. Melden bij het meldpunt bijvoorbeeld. Wat in de hele stad aanwezig is. Maar je kan er ook over praten met elkaar in de klas. Dus iedereen in de klas
Vertel elkaar het verhaal van discriminatie. Mijn broertje, debatteren betekent ook heel dicht bij jezelf blijven. Mijn broertje, lang, lang geleden, is een keer aangehouden door de politie op straat. Alleen maar omdat hij Marokkaans is. Niks meer, niks minder. Hij is meegenomen, hij is na gelijk vrijgelaten. Dat is heel erg. En jongens leren, jonge jongens leren te denken in hun hoofd dat iedereen zo naar hun kijkt. Dan krijg je allemaal gedoe op straat. Jongens worden harder, misschien wel. Dus leren, laten we leren dat racisme nogmaals is geen mening. Doe melding als je gediscrimineerd wordt. Praat erover met elkaar in de klas. Praat er ook over met de juffen en de meesters en thuis. En kijk hoe we met elkaar samen deze ziekte kunnen bestrijden. Ja, en het is mooi wat je zegt eigenlijk ook. Het is de taak van de overheid. Daar zijn we vandaag precies mee bezig om daarover te praten, Imre. Ja, ik wou reageren op dat meisje daar. Want zij zei van als iedereen één geloof heeft. Maar ik wou een vraag aan haar stellen van, is de wereld dan niet saai? Want als misschien voorkom je meer ruzies en oorlogen en zo. Maar zou het niet saai zijn? Want als iedereen één geloof heeft, want soms heb je elkaar nodig. Want die is beter in dat en die andere. Dus eigenlijk vind ik het een beetje raar als iedereen een eigen geloof heeft. Want ik vind dat iedereen een eigen geloof moet hebben. We gaan het aan het publiek vragen. Wat vinden jullie? Vinden het saai zonder geloof? Oké. Wie moest ik ook alweer? Jasmine. De laatste minuut gaan we gewoon straks nog even door. Jasmine. Ik vind discriminatie een heel groot probleem. Want het gaat meestal over het geloof en de huidskleur. Iedereen zegt ik ga er wat aan doen, maar er gebeurt nooit iets. Het blijft gewoon hetzelfde en we moeten er echt iets aan doen. Ja, hebben jullie dat gehoord? Hartstikke idee. Wat vind jij, Samia? Ja. Ik vind dat we niet in hokjes moeten gaan denken. Want ik zeg niet jullie, maar er zijn heel veel mensen die wel in hokjes denken. Ook, en zeggen de Marokkanen hebben dit gedaan, Nederlanders hebben dit gedaan, politie heeft dit gedaan. 3, maar misschien is het helemaal 2, niet zo. Je moet kijken 1. Naar het individu. Ik vind dat er inderdaad meer dingen moeten doen om discriminatie te voorkomen. Want zoals je al zag op het filmpje, die kinderen zeggen gewoon dat zwarte jongetje of die zwarte pop gewoon vaker straf krijgt. En dat kan gewoon niet. En daarom hebben ook de ouders een taak hierin om hun kinderen te leren om te gaan met kinderen die anders zijn met hun dan hun. Zodat ze niet andere kinderen gaan discrimineren. Hoe hebben jullie het gehoord, ouders? Dankjewel. Nou, ik wil even zeggen, want ik ben het voorkomen eens met deze stelling, omdat ik vind, maar je kan vragen wie er iets aan moet doen, maar je kan ook vragen hoe je iets gaat doen aan discriminatie. En ik wil nog reageren op Bas, want je kan dus bedenken als er iemand bijvoorbeeld uitziet die er heel sterk uitziet. Maar als we het net hebben over kijken naar iemands innerlijk, waarom zou je dan bang moeten zijn voor iemand als die er heel sterk uitziet? Misschien is hij van binnen juist wel heel lief. Oké. We zijn allemaal anders, maar omdat we we zijn allemaal anders, maar omdat we anders zijn, betekent het niet dat je diegene mag buitensluiten of discrimineren. We zijn gewoon verschillend en daar moeten we mee leven. Dankjewel. Supermooi. Hey, ik hoorde wel een hele belangrijke vraag, hè? Want we hebben het eigenlijk niet meer over het wat. We weten allemaal wel dat het moet stoppen, maar hoe? Ja, Fatima. Kijken of iemand daar antwoord op kan geven. Ik ben het eens met de stelling, maar ook oneens, omdat je moet beginnen bij jezelf. Want als iedereen begint bij zichzelf, dan hoeft hij ook niet meer te kijken naar een ander. En ik vind eigenlijk dat discriminatie gewoon is onderscheid maken, onderscheid naar boven brengen, zeg maar. We zijn anders, maar door niet te discrimineren kun je laten zien dat we ook gewoon hetzelfde zijn. Waar we mee overeenkomen is dat iedereen die heeft hersenen, organen, bloed, huid. Maar onze gedachten die zijn gewoon anders. Negatief of positief. Dankjewel, lieverd. Even een dingetje. We mogen niet meer in herhaling vallen. Jullie zijn debathelden, we weten het wel. We moeten verder kijken dan ons neus lang is. Even dat hoe. Hoe kunnen we het voorkomen? En spreek in one-liners, dat betekent eigenlijk één zin. Bam, dat kan jij, Aziz. Demonstreer het maar.
De vraag die u net heeft gesteld is, hoe kan je het voorkomen? Alle kinderen en mensen en ouders, gewoon de mensheid die wordt gediscrimineerd, is natuurlijk een hele grote groep. En als je met die hele grote groep naar bijvoorbeeld politiebureau gaat of naar de Tweede Kamer, dan heb je veel meer kans dat je geholpen wordt dan als je in je eentje gaat. Bam, noem ik ja. En geef maar door. Ik ben het volkomen eens met de stelling, maar wat ik nog niet heb gehoord is, wij praten hier zeg maar misschien allemaal over Nederland, maar er zijn nog veel meer andere landen die, waarin discriminatie meer voorkomt dan alleen in Nederland. En misschien ook in veel meer dat het dan gebeurt. En we kunnen misschien, zoals ik al eerder zei, we kunnen brieven schrijven naar de regering met iedereen. Misschien omdat er zoveel brieven worden verstuurd of zoiets, dan kan je de regering aan het denken zetten van die land en misschien kunnen zij iets veranderen, want jezelf, dat is wat minder, want de regering die is meestal de baas. Eén korte zin, want anders ga ik jullie afkappen. Hoe? Ik vind dat er minder moet worden opgelet op de Marokkanen, omdat ze vaak worden gearresteerd. Ik zeg niet dat er de Nederlanders moeten gearresteerd worden, maar er mag wel wat meer opgelet worden op de Nederlanders. En kunnen Marokkaanse jongens misschien ook zelf iets doen? Kunnen Marokkaanse jongens zelf ook iets doen? Ja, het zijn niet alleen maar altijd Marokkanen. Bijvoorbeeld als het een Nederlander was, zou die ook gearresteerd moeten worden. Het hoeft niet per se altijd een Marokkaan te zijn. Je moet ook letten op andere mensen. Oké. Eén zin. Je bent pas racistisch als je racistisch denkt. Ik heb een voorbeeld. Bijvoorbeeld, er was een jongen. Hij was gefotografeerd voor H&M. En hij had een t-shirt aan met I'm the monkey of the jungle. En ik vond dat helemaal niet racistisch. Maar mensen zeiden zo van, oh, alleen omdat hij bruin is. Oh, nee, dat mag niet. Oh, dat. Maar ik vond het helemaal niet racistisch. Dus als je racistisch denkt, dan ben je racistisch. Hoppakee, zo, dat is een statement, dame. Luca. Dat kindje van 3, die wist al, die dacht al, dat een getint kind meer straf kreeg. Dat wordt dus al heel vroeg aangeleerd eigenlijk. Dus we kunnen daar zeker wat meer aan doen. Precies, ouders, die hebben nu goed geluisterd, hè? Ja, dankjewel. En een one-liner, Luna. Ik vind dat het niet alleen begint bij jezelf, maar ook bij de school en de wijk en zo. Want, mensen nemen bijvoorbeeld IS, dat zijn islamitische mensen. En Marokkanen bijvoorbeeld geloven daar ook in. Dus iedereen denkt opeens dat Marokkanen slecht zijn, maar dat is helemaal niet zo. Nou, om discriminatie te bestrijden moet je er gewoon voor zorgen je moet een soort van. Ik ben mijn tekst vergeten. Oh, Marijn, je stond al zo lang. Als je straks een hoe hebt, dan ga je het even in die laatste minuut vertellen. Want we krijgen straks nog 1 minuut voor ons allemaal. Want ik kan me voorstellen dat je heel veel hebt om over na te denken, Britten. Er is 1 ding. Het is heel simpel. En gewoon door erover te praten. Met je juf, met je meester, met je vrienden, met je vriendinnen, met je ouders. Als je erover praat, dan. Dan kan je al snel tot een oplossing komen om het te stoppen. Duidelijk. Santesha? Oh, sorry. Ja, gemeen is hij dan. Heb je die microfoon? Ik zie het zelf ook bij mezelf. Want er is gewoon geen dag waar ik over straat loop. Zonder dat iemand van de overkant loopt te schreeuwen van, hey, vieze idioot, bruine aap, vieze kutmens. En dan als bij turnen. Wacht even, je zegt er gaat geen dag voorbij dat gebeurt? Nee, want het gebeurt iedere dag ook bij turnen. Was er zo een blanke man die duwde mij opzij. Dus toen zei ik gewoon sorry om geen ruzie te voorkomen. En toen zei hij zo van, nee, donder op met je kanker zwarte gezicht. Zo, liever, dat is wel heftig wat je nu vertelt. Want je weet niet wie dat doet. Het wordt ook muisstil, hè. Iedereen die voelt het volgens mij in zijn maag. Wacht, hier gaat iets niet goed. En het gebeurt anoniem, want je weet niet wie dat doet. Dus je kan niet aankloppen bij Lucienne. Ofwel, Lucienne, wat moet je doen in zo'n geval? Misschien, mag ik dat nog even, of wil die nog een punt maken? Ik ben het nu al gemaakt. Ja? We gaan er zo nog even verder over praten, ja? Want dat vind ik wel heel belangrijk wat je nu zegt. Ja?
Ja, dit is dus een goed voorbeeld. Ik wil daar echt iets over zeggen. Dat gaat over discriminatie in de openbare ruimte. Dus als je op straat loopt, maar ook als je in de bus zit. Hè, dus dat gebeurt echt veel. Wij krijgen elke dag klachten over dit. Over, en het zijn met name mensen met een donkere huidskleur. Dus anders dan blank, zeg maar. Dus, en Marokkaanse mensen. Die krijgen echt elke dag krijgen wij klachten van Marokkaanse mensen en mensen met een donkere huidskleur. Als ik vragen wie zegt, ik voel me elke dag gediscrimineerd. Elke dag krijgen wij klachten. En wat wij doen is, het gebeurt in de openbare ruimte, dus het is moeilijk, hè, want het moet een dader, waar is die? Maar in elke straat hangen camera's, privé of vanuit de gemeente. En wij zijn bezig, zowel met de gemeente als met de politie, van... als jullie op zoek zijn naar zakkenrollers, dan is het ook mogelijk om met beelden eenvoudige delicten om die op te sporen mensen. Je zou hier ook kunnen overwegen om er een keer iets mee te doen. Dus wij zetten druk bij gemeente en politie, bij de overheid om te zorgen, hier moet ook iets mee. Want discriminatie in de openbare ruimte gebeurt elke dag. Ja, dankjewel. En je zegt, meld het. Wie zegt ook, wil ik wel even weten. Ik word elke dag gediscrimineerd. Ik maak ook elke dag zoiets mee op straat. Want ik denk dat als ik hier zou zitten, Fenna. Oh, ik zie gelukkig veel rood. Wie zegt groen? Durf maar te laten zien, hè? Want dan weten we meteen, hebben we meteen gesignaleerd. Oké, ik zie nog veel rood. Oké, nee, lieverd, ik ga de laatste leerlingen hier het woord geven. Gelukkig nog veel rood, Fenna, want ik dacht even alarmbellen. Selma. Ja, de stelling was dat je er wat aan moet doen. Wacht even, lieverd, ik wilde heel graag iedereen het recht geven om nog even die mening te uiten. Duurt iets langer, had ik beloofd. Je moet gewoon jezelf zijn en aan jezelf kun je niks veranderen. Dan moeten zich anderen zich maar gewoon aanpassen aan jou. Want je bent hoe je bent en daar kun je zelf gewoon niks aan veranderen. En dat was wat ik wou zeggen. Ja, dankjewel. Montazier. Ik wil eigenlijk reageren op deze vraag. Ja. Ja. U zei dat u soms altijd de meldingen krijgt van... dat er iets is met de Marokkanen. Maar dat betekent toch niet dat alle Marokkanen zo zijn? Nee, schat. Ja, ze mag reageren, ja. Ik zeg dat wij elke dag meldingen krijgen van Marokkaanse mensen en van mensen met een andere huidskleur, dat ze uitgescholden zijn, zelfs gespuugd zijn. Je hebt vaak meisjes met een hoofddoek waar wij klacht van krijgen, die op straat lopen en gewoon vol in hun gezicht gespuugd worden. En dan met het woord jij, ik ga die zinnen niet eens herhalen. Ja, Sim, je hebt ook zoiets Hebben nu recent een klacht waarbij dus wel beelden zijn opgevraagd en waar de dader dus ook een bekende bleek te zijn. En die is pas voor de rechter geweest en die is ook veroordeeld. Okay. Het is vaak heel moeilijk, maar echt blijf melden. Kom gewoon, je hoeft je naam niet eens te zeggen, maar wij blijven hiermee bezig. Oké, dankjewel. Wil je nog één ding zeggen? Dan had ik het verkeerd begrepen, sorry. En ik wou nog zeggen dat mensen altijd kijken naar getinte mensen en andere kleuren. Maar discrimineren is eigenlijk ook buitensluiten, pesten. En, ja, dat is discrimineren, ja. En wat wil je daarover zeggen? Ik wou zeggen dat mensen die kijken alleen maar naar huidskleur. En die kijken niet wat er... om zich heen, wat er gebeurt in de omgeving. Ja, misschien dat we na dit debat vandaag wel iets verder kunnen denken. Hè? Dat zou mooi zijn, Montazier. Jasmina? Ik hoor heel vaak in deze ruimte getinte kleuren en donkere kleuren. Maar waarom? Noem het gewoon een normale huidskleur, want iedereen is gelijk. Waarom zeg geen je kleur meer noemen, kleuren? Zeg jij. Ah, oké, duidelijke tip. Narinho? Iedereen is hetzelfde. Denk maar, als iedereen nu in de zaal zijn ogen dicht doet en de handen voelt van zijn buurman, voel je dan of diegene bruin of wit is? Nee, want iedereen bestaat uit hetzelfde. Dus ik vind ook dat politie en de overheid soms nieuwe methodes moeten bedenken wat die anderen nog niet weten, zodat ze daar ook op betrapt kunnen worden. Sammy, volgens mij zat je te popelen om stiekem toch nog iets te zeggen. Hè? Wil je nog iets toevoegen, lieverd? Ja? Adem in, adem uit. Ik zie dat hij er wel doet. Nou, het belangrijkste wat ik geleerd heb van deze debat is dus dat je, nou ja, dat is ook haar tip, is dat je dus niet moet gaan zeggen de getinte huid. Want eigenlijk alle huid is hetzelfde. Dus eigenlijk vind ik het heel goed wat Jasmina gezegd heeft. Oké,